vet rustig op Schiphol. Is niemand. Nee, niemand. Ik ben er wel. Huishoudelijke mededeling. Ik heb die broek die ik zou weggooien, die heb ik toch weer aangedaan. Ik heb al een boardingpas, maar dat snap ik niet helemaal, want ik heb ook een PCR-test gedaan die ik moet laten zien bij inchecken. En ik heb een fit to fly certificaat ding. En ik heb nog allerlei andere dingen, zoals een bewijs dat ik een hotel heb geboekt. En volgens mij moet ik die allemaal laten zien bij inchecken, dus dat ga ik even doen. Top, ben ingecheckt. Ik vlieg business class, maar het is een award ticket. En een award ticket betekent dat ik het met punten heb geboekt. 70.000 Asia miles. Het betekent ook dat ik geen toegang heb tot de lounge hier op Amsterdam. Dat wist ik ook eigenlijk wel, maar de check-in mevrouw was een uitnodiging aan het schrijven voor mijn neus. En die gaf die uiteindelijk niet. Toen vroeg ik van, ben je hem nou aan het schrijven? En ga je hem niet aan mij geven? Omdat ik hem niet mag hebben. Ja, ik kwam erachter dat jij geen recht hebt op lounge toegang. Zei ik van, ja, maar kun je misschien stiekem aan mij geven? Hoeft niemand te weten. Nee, mag niet. Dus de uitnodiging was er bijna, maar die is verscheurd voor mijn neus. Beetje rare service. Maar ja, het is ook wel weer logisch. Ik heb nu nog 2 uur om niks te doen. Ik wilde op tijd op de luchthaven zijn, omdat ik moest 6 dingen voorbereiden. En ik was een klein beetje bang dat ik iets was vergeten ofzo. Dus ik wilde even ruim de tijd hebben dat ik nog naar huis kon om iets te fixen. Wat een beetje een rare angst was, maar goed, het is allemaal top. Dus nu ga ik door de paspoortcontrole en ga ik wel ergens chillen. Als je Qatar Airways vliegt, dan kun je ook naar de lounge van British Airways, omdat ze matties zijn van elkaar. Qatar nodigt je niet zelf uit voor een lounge, dat zou dan deze moeten zijn. Die is open, maar daar mag ik niet naartoe. Maar omdat ik business class vlieg met Qatar, mag ik wel hier naartoe. Maar die is dicht. Optie nummer 2 kan dus ook niet. Thanks Valentijn voor de tip. Goeie tip. Maar ja, omdat er geen vluchten naar Engeland gaan en terug, is die lounge dus ook dicht. Ja, mag ik er ook niet naartoe. De volgende video is de vlucht van Amsterdam naar Doha. De video daarna is de vlucht van Doha naar Bangkok. De video daarna is mijn hotelkamer in Bangkok. En de 14 video's daarna ook. En voor vandaag is het belangrijkste nieuws dit. Het e-book staat online. Je kunt hem downloaden en doe het ook vooral, want support je favoriete vlogger.